Goedenavond en welkom bij een nieuwe uitzending van ons clubje. Wij zijn te gast bij DAK in Drunen. Dat doen we nog steeds. Dames, hier met twee rijtjes nog steeds. Ongeveer. Gaan we nog een keertje kaatsen, alleen we gaan nou hoog kaatsen doen. We gaan nog hoger omhoog springen, maar wel zorgen. Ja, kijk, zo. Naast mij op de bank aangeschoven Rinus, de voorzitter. Per ongeluk voorzitter, begreep ik, hè? Was eigenlijk niet de planning. Nee, dat was inderdaad niet de planning. Ik liep hier al als atleet en als trainer was ik op een bepaald moment werkzaam. En 2 jaar geleden, gebrek aan bestuursleden. En toen was van, ja, dan toch maar opgeven. Op dat moment zat ik ergens in, ik geloof in Armenië of in Georgië, was ik lekker op vakantie. En er kwam een noodoproep dat de DAK zou stoppen. Ik denk, ja, dat is wel heel erg veel. Okay. En toen heb ik me dus aangemeld als vrijwilliger en als voorzitter. Ja. Want daar had er nog gebrek aan. Ja. Ja, dat is altijd lastig, want dat brengt heel wat uren met zich mee, hè, zo'n voorzitterschap. Ja, nou, ze hebben een lijstje gemaakt met de activiteiten die je als voorzitter moet doen. En dat betekent ongeveer 8 uur in de week. Ja. Dat staat op het papier. Maar... Ja, dat is altijd... Meestal kloppen die planningen op papier niet helemaal bij dit soort vrijwilligersfuncties, kan ik zeggen. Maar ja, volgens mij wordt het met veel liefde gedaan als ik het zo naast me zie. Ja, wel zeker. Kijk, het ligt natuurlijk ook aan hoe je zelf invulling eraan geeft. Je kunt je echt strikt houden aan de regels en alleen maar dat doen. Ja. Of toch iets breder oppakken. Nou heb ik het voordeel, ik ben gepensioneerd, dus ik heb wat meer tijd. Anders zou het een beetje moeilijk zijn, maar... Ja. Daardoor kun je het wat beter invullen. Ja, nou, hartstikke mooi. Je moet ook niet achter de geraniums gaan zitten. Want dan, nou, af en toe mag dat wel. Dat is ook leuk. Maar lekker ook bezig blijven en actief blijven is ook heel belangrijk. Ja. Ooit begonnen als atleet, zei je al. En uiteindelijk een marathons gaan lopen, begreep ik, hè? Ja, nou niet eentje. Ik heb er wel meerdere gelopen. Dus dat, dat was zo. Ooit wel eens gedacht, ik ga eens een keer een marathon lopen, maar uiteindelijk is dat ontaard in een stuk of 35, 40. Oh, wauw. Dus, en de laatste jaren zijn we wat meer traillopen gaan doen. En dat is echt over bospaden en dat soort dingen. Ik vind het jammer dat ik dat niet veel eerder heb ontdekt. Dat is zo superleuk. Ja, maar dat is ook nog niet zo lang, geloof ik, hè? Ja, trailwalken, nou, ja, stiekem wel. In Nederland niet, maar in het buitenland bestaat het al heel lang. Ja. Helaas, door slijtage aan de knieën wordt het even wat minder op dit moment. Ja, nou ja, ik heb het überhaupt nooit gekund. Dus wat betreft, de slijtage was niet eens noodzakelijk bij mij. Ik kreeg het überhaupt niet voor elkaar. Nee. Dus, en ook marathonslopers gaan trainen. Echt hier bij DAK de marathontrainingen gaan geven. Dat is een jaar of 6, 7 geleden. Toen zijn we dat... Er waren wel atleten die al marathons liepen. Maar toen zijn we dat wat meer gaan promoten. Het eerste jaar hadden we 7 lopers, het jaar erop 14 en het jaar daarop 21. Oké. Okay. Nou. Dat is heel leuk om met zo'n groep dan ergens naartoe te trainen. Ja. Vol schema's gebruiken we dan. En die mensen enthousiast te maken. We zijn zelfs een paar naar Wenen, Parijs, Londen zijn we met een groep geweest, Berlijn. Ja, ja. En dat zijn natuurlijk hele leuke dingen om te doen dan met zo'n groep. Ja. Geef je nog steeds trainingen? Ja, ik geef nog steeds training. Ja. En nog steeds de marathon? Nog steeds de marathon, alleen ja... Nu loop ik zelf niet zoveel meer mee, nee. Helaas. Nee. Wel andere dingen daardoor gaan doen? Als je marathon los moet laten, wil je andere atletiek stukken op gaan pakken? Nee, atletiek niet zoveel. We gaan wat meer fietsen, want dat geeft wat minder druk op de knieën. Ja. Dus dat is op die manier dan maar. Ja, tijd voor een fietseditie hiervan bij DAK. 2 à 3 jaar nu voorzitter. Ja. Ook al naar de toekomst aan het kijken, wat betreft DAK? Ja, zeker. Kijk, wat je ziet bij een heleboel verenigingen...
is dat er meer aan samenwerking wordt gedacht. Okay. En dat wij hebben natuurlijk met regio 13, dat zijn de verenigingen, atletiekverenigingen die in de regio 13 zitten, hebben we regelmatig overleg. En daar wordt ook meer gesproken over kijken hoe we toch activiteiten samen kunnen doen. Ja. Wedstrijden organiseren op die manier. Er wordt zelfs gedacht om vrijwilligers eventueel juryleden uit te wisselen met elkaar, dus een pool te maken. Daar wordt over gedacht om dat te doen. Je moet misschien toch die kant gaan uit. Ook hier op het park misschien wat meer verenigingen toch gezamenlijk wat dingen zien te doen. Ik denk dat toch voor de toekomst belangrijk gaat worden. Ja. Ja, want het is een hele kostenpost. Jullie hebben ook een heel mooi pand natuurlijk. Ja. Dat moet ook allemaal onderhouden worden en gedaan. Het park, atletiekbaan is van jullie? Of onderhoudt de gemeente dat? Of hoe zit dat? De atletiekbaan is van de gemeente. Die wordt door ons gehuurd. Maar een groot deel van het onderhoud doen wij zelf. Ook het gebouw, daar hebben we dus een vast team voor die dat doen. En ja, dat zijn een paar fantastische mensen die gewoon en de lichtmasten onderhouden, licht aankomen doen, gras maaien, noem het maar op, van allerlei dingen die je doet. En zonder dit soort mensen kun je gewoon die vereniging niet draaien houden. Nee, absoluut niet. Geen enkele vereniging kan zonder zijn vrijwilligers. Nee. Hebben jullie nog gaten in de vrijwilligerpools? Ja, altijd wel wat. Maar voor de evenementen lukt het altijd weer op tijd toch voldoende vrijwilligers te krijgen. Ja. Dus dat is op zich wel prima. Ja, prima. Ja. Wat constante vrijwilligers zou je wat willen hebben voor bestuursfuncties, bepaalde dingen. Ja. En mensen willen zich niet meer zo snel binden aan dat soort permanente functies. Nee. En welke bestuursfuncties staan nog open op dit moment? We hebben nog een bestuursfunctie voor de PR-zaken. En voor de operationele zaken. Dus inderdaad aansturing van trainers om dat soort dingen wat meer te doen. Maar heb je ook wel weer iemand nodig, denk ik, met een trainingsachtergrond? Of is het een kwestie van planningen maken en dat soort logistieke zaken? Kijk, dan zou je echt naar een hoofdtrainer gaan die op dat niveau dat doet. Maar je kunt ook coördinatie tussen de trainers hebben. En inderdaad gewoon afstemming. En dat hoeft niet echt het zou mooi zijn als die een trainingsachtergrond heeft. Maar gewoon wat meer organisatietalent is ook goed. Oké, nou hartstikke fijn. Waar kunnen mensen zich melden mochten ze interesse hebben? Voorzitter@dakdrune.nl Komt bij mij terecht. Gaat altijd goed. Nou, hartstikke fijn. We gaan, jongens, nog tijd over. Het is niet nooit meer dan 8 uur. Want als de voorzitter 8 uur doet, dan doet de rest altijd minder. Zeggen ze. Nou, maar goed, kijk, er zijn altijd functies in te delen. Dat je dus zegt van, oké, als iemand wat minder tijd beschikbaar heeft, dat we wat minder taken toewijzen. Ja. Dat kan altijd. Alles wat gedaan wordt, is meegenomen. Ja, alle kleine beetjes helpen. Ja, dat loepen ze al heel lang in de wereld, maar dat is ook gewoon waar. Dus heb je nog tijd over, denk ook eens aan Dak. En stuur Rinus eens een mailtje. Ja. Voorzitter@dakdrune.nl Rinus, dankjewel voor je tijd.
Inmiddels heeft plaatsgenomen op de bank Mark. Mark, wat doe jij binnen Doctrine? Ik heb een rol in het jeugdbestuur. Ik ben er een aantal jaren terug ingerold toen mijn dochter hier lid werd. En ja, die vond het eigenlijk zo leuk en ik werd er ook enthousiast door. Dus toen ben ik bij het jeugdbestuur terechtgekomen. Oké, okay. En wat, dat is een hele aparte tak? Of wat doen jullie met het jeugdbestuur? Wij doen een stukje ledenwerving, dus vooral onder de jeugd. We zorgen dat er regelmatig publicaties komen in de lokale media van evenementen die plaats hebben gevonden. Verder zorgen we dat de evenementen een beetje op elkaar afgestemd worden. Dus ja. De trainingen, maar ook alle activiteiten daarnaast. Ja. Okay. En dan hebben jullie ook nog iets, en moet je even uitleggen wat het is, binnen de organisatie de NAC of het NAC? Of wat is dat? Dat is de NAC, dat is de Nevenactiviteitencommissie. Oké. Okay. Mondvol. dat is eigenlijk een apart groepje wat de activiteiten organiseert naast het reguliere atletiek. Ze gaan een keer zwemmen met de jeugd. Er is een bowlingavond. Ze organiseren elk jaar een kamp van 3 dagen. Ze gaan een keer lasergamen, dat soort activiteiten. Zo. Met name in de winter, dus als er wat minder reguliere activiteiten op de baan zijn. Vinden die plaats, ja. En ben je ook behept met trainingen en dergelijke? Of zit je alleen in het organisatorische vlak? Train je de jeugd ook? Nee. Daar hebben we specialisten voor. Daar hebben we specialisten voor. Ja. En je dochter is hier ook nog steeds? Ja, die zit nog steeds bij DAC. Met heel veel plezier, moet ik zeggen. Ja. Ja. En heeft ze papa inmiddels ook aan het sport gekregen hier? Of dat niet? Nee, papa die doet een andere, die doet een andere sport. Dat is ook heel erg belangrijk. Ja. Okay. Kunnen jullie nog hulp gebruiken binnen het NAC of binnen het jeugdteam? Of? Binnen het jeugdbestuur uiteraard kunnen we ook nog nieuwe mensen gebruiken. Je ziet dat er een aantal mensen in zitten die er al wat langer in zitten, waarvan de kinderen niet meer bij de jeugd zitten. Okay, dus met name van onderuit weer wat nieuwe aanwas zou in die zin wel prettig zijn. Ja. Zijn jullie nou ook de mensen die de activiteiten organiseren in samenwerking met de schroef voor de basisscholen? De kennismaking met, volgens mij is dat op dit moment Sjors Creatief en Sjors Sportief, als ik het goed heb. Dat wordt ook gedaan door jullie? Dat klopt, ja. We hebben een aantal activiteiten die we met de scholen doen. We doen 1 keer per jaar, komen alle groepen, 4 van de basisscholen uit de gemeente Heusden komen hier sporten, een ochtend. Dus op school krijgen ze een aantal atletieklessen. En dan passen ze het hier in de praktijk toe. Mm-hmm. Samen met de schroef organiseren we ook een scholierenatletiekmiddag. En dat is short sportief, dat is dit jaar voor het eerst. Ja, en daar doen we als DAC ook aan mee. We proberen eigenlijk zoveel mogelijk zichtbaar te zijn in de lokale media. En vooral kinderen hier naartoe te trekken. En in de hoop dat er een aantal kinderen blijven hangen. En wat mogen de kinderen verwachten op zo'n sportief? Zie je dan alle kleine atletiek onderdeeltjes terugkomen? Wat wij vroeger ook bij sportdagen hadden bijvoorbeeld op school. Nou, wat we in ieder geval proberen, en dat is ook een beetje de visie vanuit de atletiekunie, om de kinderen zoveel mogelijk bezig te houden. Als je traditioneel hoogspringen hebt, dan gaat elke keer die lat 5 centimeter hoger en 3 keer ben je af en dan zit je te wachten. Maar wij proberen juist om dan die lat zodanig neer te leggen dat elk kind zijn eigen hoogte kan springen. En dan zijn de kinderen gewoon constant bezig. En dat is ook met wedstrijden tegenwoordig. Daar heeft de Atletiek Unie Athletic Champs voor bedacht. Okay. En dat is een wedstrijdvorm. Dat doen de kinderen eigenlijk in een soort teamverband. Ja. En dan doen ze in 2,5 uur 7 of 8 atletiek onderdelen. En zijn ze echt constant bezig. Hoi, ik ben Anne van Hierop en train zelf bij Doctrine. Vandaag geven we training aan de minis BC, aan de pupillen A en aan de junioren D. We zijn vandaag aan het oefenen bij de A's met hoorlopen en hoogspringen. De D's die zijn van alles aan het doen en de minis die zijn aan het verspringen. Wow, boys.
Ja, het is eigenlijk meer. Nou, het heeft wel met atletiek te maken, maar het is eigenlijk een soort spelvorm. Ja, ja. En dan, welke leeftijd hebben we dan? Je zegt groep 4, dan moet ik even kijken. Groep 4, die van mij zit nu in 5 en die is 9. En die zit in 6. Dus dat is dan 6, 7-jarigen zoiets. Ze kunnen bij DAC lid worden als ze 6 jaar zijn. En de jeugd is ongeveer tot een jaar of 13. Oké. Okay. Ja, oh, dus die range. Ja, ja. Dat is een flinke reeks ook. Daar zit ook een qua interesse en ja, qua conditie en lenigheid. En dat is een heel breed spectrum om die allemaal bezig te houden. Dat is heel knap. Ja, maar er wordt dus ook getraind in verschillende groepen. Dus de jongste trainen samen, de middelste trainen samen. En de oudere jeugd traint samen. Ja. En ook de wedstrijden zijn daar eigenlijk op afgestemd. Ja, okay. Ja. Nou, Mark, hartstikke goed. Ik hoop dat je dochter nog heel lang blijft sporten bij DAC. Want dan denk ik dat papa ook aan boord blijft. En zo te horen gaat het dan wel goed komen bij de jeugd. Dankjewel. Ja. Ik moet nu even zeggen dat mijn zoon is ook lid van DAC ondertussen. Nou, moet de zoon lief vooral niet vergeten. Wat doet die? Ja, die is wat ouder, maar die doet ook alle onderdelen nog. Okay. Maar die is pas een maand van half lid. Dus zit er nog niet zo in. Dan maar blijf je voorlopig nog wel even hangen. Ja, oh, oké. Okay. Hey Mark, goed. Dankjewel. Geen dank. Oké. Okay. We zijn hier bij de atletiekclub in Drunen, bij DAC, Drunens atletiekclub. Vanavond gaan wij met de juniorenploeg, een man of 25, gaan we atletiek doen. Dat is sprinten voor korte afstanden tot 100, 200 meter. Een groep die gaat 400, 800 meter trainen. Daarnaast heb ik nog een paar masters. Die zijn vanaf 35 jaar bij de atletiek. De oudste is 60 jaar en die doen mee aan de Europese en wereldkampioenschappen. En daar zijn ze toch wel succesvol. Binnen Drunen hebben we een hele leuke ploeg. Er zijn aardig wat atleten die de finales bij de Nederlandse kampioenschappen lopen. Meer natuurlijk ook bij de Brabantse kampioenschappen. En wij doen niet alleen sprinten, maar om te kunnen sprinten moet je ook kunnen springen over hordes heen om reactiviteit te verbeteren. En krachttraining, et cetera. Dus het is niet alleen lopen wat we hier bij atletiek doen. Vandaar dat we boven bij de club, in het clubgebouw, hebben we een krachtcentrum. En daar wordt 1, 2 of 3 keer in de week krachttraining gedaan. Allemaal volgens schema's die worden opgesteld. De atleten kunnen bij ons al komen vanaf jonge leeftijd, vanaf een jaar of 6. En dan krijgen ze in één eigenlijk dezelfde methode van training, dat is heel breed, bouwen aan de basis tot een jaar of 20 en daarna gaan we echt specialiseren om heel snel te worden en mogelijk bij de Nederlandse top te kunnen komen.
Naast me eindelijk even op de bank van de baan afgetrokken, want je was aan het trainen. Wat was je aan het doen buiten? Nou, ik was net begonnen met de warming-up. En eigenlijk moesten we net gaan beginnen met het echte lopen. Maar een keertje overslaan en een interview geven. Of voor de club is ook niet. Nee. Is ook geen probleem. Nee. Dat hoort erbij dan. Want waarvoor was je aan het trainen? Ben jij een lange afstand, een korte afstand, een marathonloper? Wat doe je hier? Vooral het sprinten vind ik erg leuk. De 400 meter is wel een beetje mijn ding. En over horde springen is wel leuk om te doen. En af en toe het hoogspringen erbij of het verspringen. Een keer iets anders is altijd leuk om te doen. Ja. Maar jouw specialisatie en jouw voorkeur gaat uit naar het hardlopen, begrijp ik? Ja, zeker wel naar het hardlopen. Dat is wel wat ik het leukste vind en waardoor je het minste blessures krijgt. Dus dat is ook wel fijn. Ja, want bij hoogspringen en bij horden lopen krijg je meer blessures? Als je de stok raakt en de poortjes meeneemt, zou je zeggen? Niet gelijk meer blessures, maar ik ben een beetje blessuregevoelig. Dus dan is het wel fijn voor je enkels als je gewoon rechtdoor loopt en voor je knieën. Je was net zelf aan het trainen, maar jij geeft ook trainingen, hè Geert? Ja, ik ben nu 19 en ik ben volgens mij begonnen toen ik 13 was. Ik ben zelf, toen ik klein was, ook al begonnen met atletiek. Toen kreeg ik training van Yvonne. En toen ik 13 was, toen ben ik daar ook begonnen bij Yvonne. Dus dat was wel leuk, die ik zelf heb gehad. En die is jou dan een beetje gaan leren tikspelletjes uitleggen. Okay. En met de kinderen omgaan, kennis laten maken met de kinderen. En nou is het gewoon meneer Geert. Ja, meneer trainer Geert eigenlijk. Trainer Geert. Meneer is zo schoolachtig, dat is ook niet, dat is niet de bedoeling. Stapsgewijs, dus een beetje gaan assisteren bij trainingen en dan uiteindelijk ga je ze nu zelf geven. Hebben ze je ook cursussen laten doen daarvoor? Ja, ik heb zelf wel een cursus gehad. Dat is gewoon cursus baantrainer 2. Daar leer je iets, daar leer je over training geven, iets over de onderdelen, iets over achter de schermen. Maar met kinderen omgaan moet je zelf wel liggen. En het is wel fijn als je een atletiek ervaring hebt die je daarbij helpt. Ja, met kinderen omgaan is een kunst op zich. Want je hebt er altijd wel eentje die roept, ik heb geen zin. En wat doe je dan? Vaak zijn er wel meer dan één die het roepen. Als er eentje is, dan hebben we het ook best goed. Dan hebben we een fijne groep. Nee, het zijn allemaal leuke kinderen. En tuurlijk, ik vind ook niet alles leuk. Nee. Maar het zal wel gewoon moeten. Ja, je hebt het voorbereid. Als ze het iets minder leuk vinden, dan doen ze het iets minder goed vaak. Ja. En vaak vinden ze dan de tweede kern van de training wel superleuk en doen ze daar extra hun best. Ja. Want je bouwt je training allemaal zelf op of krijg je dat voorgeschoteld vanuit de club? Of doe je dat samen met Yvonne of hoe doe je dat? Nou, Yvonne is inmiddels gestopt, daar hebben we het lang mee gedaan, Anton en ik. En nu staan we op maandag samen met nog een
assistent-trainer. Ja. We hebben gewoon een schema gekregen en daar maken we zelf de trainingen van. Als ze die voorgeschoteld zouden krijgen, zou het makkelijk zijn. Maar waarschijnlijk wijken we daar toch wel vanaf. Ja. Want het is leuk om soms een keer iets tussendoor te doen wat leuk is. Wat je op school hebt geleerd, wat je op een andere training hebt gezien. Of ja. Op internet een keer iets origineels te verzinnen. Dat is altijd leuk om te doen. Ja. Op school heb gezien, mag ik daaruit concluderen dat je zelf ook een sportopleiding doet dan? Ja. Ja, okay. Ik doe zelf een sportopleiding. Kijk, en dan is dat in Tilburg? Of, Ja, ik zit ja. In Tilburg op school, ja, klopt. Kijk, hartstikke goed. Ja, dan zit het aanleg er wel in. Dus dan zit je wel goed met trainingen geven, inderdaad. En welke training geef je dan? Alle atletiek dingen onderdelen? Of ben jij ook weer gespecialiseerd in je trainingen op het lopen? Nee, ik geef zelf wel echt de jeugdtraining. En dat is de bedoeling dat ze daar kennis maken met eigenlijk ieder onderdeel. Alleen dan aangepast op de atleten zelf. Dus ja. Soms zijn er kinderen van 16 die net opkomen en die kunnen het nog niet alles. Die zijn motorisch nog niet super sterk. Nee. Dus dan is het een andere training dan de kinderen van 10 en 11 jaar die je gaat geven. Dus daar pas je de training zelf op aan. Ja. Ja. En dan ben jij ook onderdeel van het NAC-team, begreep ik. Hè? Je bent ook een van de grote feestbeesten hier. Dan zeggen ze wel eens dat. Dat zo wil ik het werd niet. Mij zo toegefluisterd. Je zet de boel hier wel eens op zijn kop, zo. Zo af en toe is dat wel leuk om te doen met de kinderen. Ja, dat doe ik samen met Mark en met Antoine. Dan organiseren we de leuke dingen voor de kinderen. Ja. Buiten de trainingen om op zaterdag of op een vrijdagavond. Dan organiseren we de activiteit voor de kinderen. Ja. En wat heb je tot nu toe al geregeld allemaal voor ze? Ja, droppings, kampen, lasergamen, zwemmen, speurtochten. Okay, ja. Eigenlijk is het ieder jaar weer anders wat we doen met de kinderen. Ja. Dus dat is leuk om te doen. Nou, hartstikke goed. En dan voorlopig nog even blijven. En dan kan je, als je groter wordt, dan door naar het grote bestuur dan. Dat is misschien wel de bedoeling. Ik ben niet van plan om te stoppen, dus... Ik probeerde een belofte af te dwingen hier, maar dat trapt hij dus niet in. Ik denk, als Rinus nou stopt over een paar jaar, dan kan ik zeggen, nou, dan neemt Geert het gewoon over. Maar ja, nou, in ieder geval wens ik je nog heel veel plezier hier. En ja, ik denk dat ze heel erg blij met je zijn nu al en dat nog heel lang zullen zijn. Dus blijf je inzetten. Aangeschoven op de bank een van de trainers van DAC hier. Theo, of ben je zelfs hoofdtrainer? Ja, ook. Ja. Okay. Nou ja, ik ben een trainer, ja. Dat klopt. Ja. En op een heel veel onderdelen, begreep ik al. Want het is niet alleen atletiek wat je traint. Ook allerlei bewegen, wandelen, snel wandelen. Vertel. Ja, goed. Atletiek bestaat uit heel veel onderdelen. En zitten... Laat ik zeggen, activiteiten, sport erbij of ja, beweegvormen die er tegenaan zitten tegen zeg maar, atletiek. Binnen atletiek geef ik zelf de algemene atletiek onderdelen bij de CB Junior. Dat doe ik samen met Ad Kiewiets. Geert is een van de atleten geweest die vroeger bij ons getraind heeft. Ja. En je ziet wat er van geworden is. Een hele goeie. Ja. En verder... ben ik eigenlijk bij toeval terechtgekomen bij de onderdeel snel wandelen, wat eigenlijk officieel een atletiek onderdeel is, ook een Olympisch onderdeel. Ja. En ik heb me daarin bekwaamd. Dit zit in de opleiding, maar ik heb me daar aanzienlijk verder in verdiept. En we hebben inmiddels een groep snelwandelaars die best wel heel erg goed zijn. Achter mij staan de groep snelwandelaars. Ze zijn op dit moment bezig met wat... oefeningen losmaken en dergelijke. Onze snelwandelgroep bij DAC wordt door mij getraind. Mijn naam is Theo van Houten.
En deze groep snelwandelaars bestaat nu ruim 10 jaar. En dat, we hebben met zo langzaam is de groep steeds gegroeid. En ook het niveau van de snelwandelaars is aanzienlijk toegenomen. Het leuke ervan is dat er langzaam elke keer weer mensen bijkomen die vanuit het wandelen toch graag sneller binnen willen komen bij een lange tocht. En dan naar het dak toe komen, want onze snelwandelgroep, daar leren ze hoe je technisch correct moet snel wandelen. En als je een techniek goed uitvoert, dan maak je ook goede prestaties. En dat gebeurt inderdaad. We zien op de achtergrond ook Anne van Andel, Nederlands recordhoudster op de 20 kilometer. Nederlands kampioen op de 10 kilometer en de 20 kilometer. Met andere woorden, hele veel prestaties. En bij de veteranen, oftewel masters, zijn ook meerdere kampioenschappen in de loop van de tijd gerealiseerd. Want dat is echt een hele tactische, qua techniek, een hele lastige sport. Hè? Want het is, je mag altijd maar één voet op de grond hebben. En het is een bepaalde manier van lopen. Ja, het is, je moet je de vaardigheid aanleren. Ik heb me daarin verdiept hoe je dat best iemand kunt aanleren. En ja, ik kan het goed voordoen. Een klein stukje. En de rest doet dan de lange stukken. Ja, daar ben ik niet zo goed in. Nee. Maar ja, en als je dat mooi doet, maar dat geldt voor alle atletiek onderdelen. Daar zit ook de parallellen in en dat vind ik ook het boeiende bij atletiek, bij het sport in het algemeen. Lijkt allemaal op elkaar. Als je het goed doet en technisch vaardig uitvoert, ja, dat is prachtig om naar te kijken. Ja. Dat is atletiek, hè? Ja. Mooie sport. En voor de mensen wie snel wandelen een beetje te snel gaat, hebben jullie ook nog zoiets, en dat moet ik heel even spieken, als de beweegkuur. Ja. En dat doe je samen met je echtgenoten, begreep ik. En daar zijn ook weer 3 niveaus op, hè? Ja, als je nou snel wandelen neemt, dan ga je dus heel erg snel. En de beweegkuur is eigenlijk het andere uiterste van het spectrum, als ik het zo mag noemen. Dat is eigenlijk bedoeld voor mensen, daar zijn we mee begonnen, mijn vrouw en ik dan, Ria. Voor mensen eigenlijk zeg maar 0 of 0 plus conditie of die iets mankeren, die te zwaar zijn, die suikerpatiënt zijn en dat diabetes dus, vooral diabetes 2. En die mensen die helpen wij mee lopen, doen we hier op de baan. Goedemiddag. Op de achtergrond zien we de beweegkuur van DAC. De beweegkuur is de training voor mensen met weinig of geen conditie, mensen met diabetes. En op deze manier gaan wij vanaf de basis laten we de mensen bewegen. Mijn naam is Theo van Houten en op de achtergrond ziet u Ria van Houten, mijn vrouw, en die verzorgt deze training. Wij passen de oefeningen volledig aan de mogelijkheden van de mensen die aanwezig zijn. Zij die wat zwaarder kunnen, krijgen dat. En die wat minder kunnen, daar passen we dat uiteraard op aan. We beginnen altijd met een stukje inlopen. Dat was vanochtend of vanmiddag een zigzagloop. En nu zijn we dus bezig met wat oefeningen. En dit noemen we oefeningen met de smoothies. Dus dat zijn ringen met kogels erin en dat geeft een extra belasting voor de armen en de schouders. We kijken even. Behalve het zwaar met de armen bewegen we natuurlijk ook de schouderpartij, de heupen. En op deze manier doen we ook nog coördinatieoefeningen, zodat het brein ook nog lichtelijk geprikkeld wordt.
We hebben dus het inlopen gehad. We doen nu een aantal oefeningen. Daarna gaan we over tot de kern. Soms zit er ook nog een stukje loop- of wandeltechniek bij. En dat bestaat meestal uit een wandelactiviteit van kortere en langere stukjes met pauzes. En soms gebruiken we daar ook de zogeheten Nordic wandelstokken bij, naargelang de interesse is. Als u nou zegt, dat lijkt me wel iets, of u kent iemand dat u zegt van, kijk, dat is iets voor hem of haar, zou ik zeggen, kom op dinsdagmiddag naar de atletiekbaan waar we en sluit aan en ervaar of het dat bevalt of niet. Het voordeel van de oefeningen en de trainingen die wij hier doen, is dat we dat op een vlakke ondergrond doen, zodat er absoluut geen angst hoeft te zijn van ongelijke ondergrond, wat je dus op de straat of in het bos wel hebt. Mocht de conditie dusdanig toenemen dat je steeds beter gaat lopen en bewegen, dan bestaat er binnen de vereniging DAK heel veel mogelijkheden, om aan te sluiten bij een van de wandelgroepen. En in het mooiste geval zijn er enkele mensen al die richting hardlopen zijn gekomen. Dus het perspectief is best wel buitengewoon interessant. En als ze dat... Als dat weer beter gaat en langzamerhand conditie krijgen, dan kunnen ze doorgroeien naar onze reguliere wandelgroepen. We hebben bodywalk of sportief wandelen. Dat gaat in verschillende tempo's. En daar kun je naar doorstromen. En als je zegt, ik wil gaan Nordic wandelen met stokken dus. En we hebben Nordic wandelgroepen met verschillende tempo's. En we hebben een reguliere wandelgroep voor mensen die alleen maar gewoon willen wandelen. En die mogelijkheid zijn er ook. Het is dus buitengewoon... divers, moet ik zeggen, ja. Ja. En dan spreek ik heel even naar mijn cameraman erachter. Is dat waar jij ook mee wandelt, mijn beste man, met de wandelgroep van DAK? Nog niet. Nog niet? Oh, maar Adrie kan wel heel goed wandelen. Dus Adrie, hey, kom op. Binnen de atletiektraining heb jij ook nog specialisatie, want ja. Je bent gespecialiseerd op de werp. Onderdeel werpen, ja, dat klopt. Ja. Daar heb ik me dus later verder in bekwaamd en met succes afgerond. En dat is dus kogel, discus, speer en kogelslingeren. En dat is ook leuk. En het leuke is dat in al die atletiek onderdelen zitten allemaal parallellen in. En het is de kunst, en dat vinden we leuk, ook met de collega's trainers, ook met de senioren, dat is Rob Kamps dan. Dan bespreken wij die analyses, hoe je daar naar kijkt, hoe mensen bewegen, atleten bewegen. En dan zeg je, hey, die is zus, misschien kan die dat wel, misschien is die hier goed in of daar heel goed in. En je kunt ook fijn de detailaanwijzingen geven om een atleet sneller te maken, verder te laten gooien en dat soort dingen meer. Ja. En dat is leuk, hè? En dan ontdekken jullie dus ook wel eens verborgen talentjes bij mensen? Dat je zegt van, nou, je moet dat eens proberen, het kogelstoten? Absoluut, ja. En dan zeggen mensen, Theo, ben je gek, dat kan ik niet. En dan lukt het toch? Ja, nou, als wij denken dat ze dat kunnen, dan lukt dat ook. Dat begrijp je toch wel. Daar zorgen jullie wel voor dat het lukt, geloof ik. Ja. Ja. Ben ik nog iets vergeten, Theo? Wil je nog iets kwijt over deze mooie vereniging? Nou, ik denk dat het goede woord is, dat laatste wat je daar zegt. Ja. We zijn een prachtclub, ja. Ja. Schitterend pand. Heel veel hele enthousiaste mensen, heel veel enthousiaste vrijwilligers. Het is niet de eerste keer dat wij met de HTR hier mogen filmen. Dus ja, het absoluut een vereniging om trots op te zijn. Zeker. Dan zou ik zeggen dankjewel voor je tijd, van je aandacht. Geniet nog heel veel van al je vrijwilligerswerk hier. En graag tot de volgende keer. Oké.
Hallo, ik ben Lilian Smits en ik neem vandaag de groep recreanten mee op zaterdagmorgen de duinen in en de bossen. We gaan een mooie ronde lopen vandaag. Jullie hadden recentelijk een aardig feestje, hè, met dak. 50 jaar bestaan van de vereniging. Dat is heel wat. Dat was, als ik het goed heb, we hebben het op 26 mei gevierd. En volgens mij is 24 mei 1968 de oprichting. Was super bijzonder natuurlijk. Ja. We hebben zelfs één lid die ook 50 jaar lid is. Oh, kijk. Dat was heel bijzonder. Dat is Harry van Delft. Die hebben we ook gehuldigd. Die is nu erelid van de vereniging. En dat is heel bijzonder natuurlijk om zoiets mee te mogen maken. Ja. 50 jaar dak. Ja. Wat een feest. Wedstrijdjes eromheen georganiseerd. Was een supergezellig iets. Ja. Hopen dat we er nog 50 jaar van maken. Ja, wie weet. Dat moet toch lukken? Ik bedoel, een bloeiend sport, een bloeiende vereniging. Atletiek is de moeder van alle sporten. Ja. En dat moet gewoon blijven bestaan. En dat blijft ook bestaan. Ja. We hebben het net even over vrijwilligers gehad. Wil ik toch nog even één dingetje zeggen. En dat is bij alle verenigingen. Op de achtergrond zijn zoveel mensen altijd bezig. Je ziet er altijd maar een paar in beeld. Maar de kantine, we hebben een wedstrijdorganisatiecomité, het onderhoud van de gebouwen, noem het maar op. Ja. En echt, dat draagt de club. En ja, dat is heel bijzonder. Ja. Ik kan niet zonder vrijwilligers. Nee. Absoluut niet. Dus vrijwilligers van DAK en ook van alle andere clubjes waar wij altijd te gast zijn. Dank jullie wel voor al jullie inzet en al jullie tijd. Rinus, nogmaals, dank je wel. En nog veel plezier bij DAK. Dank je wel. Ja, goedemiddag. Het is natuurlijk ontzettend leuk hier in de zonovergoten baan van DAK. We bestaan 50 jaar en we hebben vandaag dus de feestdag. En die is nu net begonnen bij de spellenmiddag. En dat is natuurlijk heel leuk, want iedereen denkt dan atletiek. Maar de spellenmiddag hebben we dus zo ingedeeld dat eigenlijk iedereen, van mini-pupil tot aan de senioren en de veteranen, allemaal mee kunnen doen. En we hebben dus 10 ploegen van allemaal 8 mensen, van die kleintjes tot de grote. En dan moeten ze naar dus 6 en nog 2 andere spelen doen. En dan gaan we kijken natuurlijk wie daar het leukste en het snelste is. En er was ook een waterspel bij. Maar bij zulk weer weten we waarschijnlijk wel wat het populairst is. Het waterspel. Nee, we zijn erg blij dat we natuurlijk even kunnen laten zien wat hier ook allemaal gebeurt. En dan gaan we straks verder met de officiële receptie. En daarna is natuurlijk de feestavond eerst voor de jeugd. En dan aan het eind van de namiddag voor de senioren, voor de groteren. Het verhaal niks. Voor de kleintjes en daarna natuurlijk het met elkaar wel drinken en toasten op het 50 jaar bestaan. Dan gaan we een feest vieren tot de kleine uurtjes, denk ik.
Tot zover deze uitzending van ons clubje. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer bij de HTR.